Met het heengaan van Derek Ferrier is Suriname een bijzondere en gepassioneerde onderzoeker kwijt. Ferrier was de oudste zoon van de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname, Johan Ferrier, en de zus van Cynthia McLeod. Hij was oprichter en directeur van het Centrum voor Economisch en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, CESWO. Als ingenieur liet hij vaker zijn mening horen over de uitbaggering van de Suriname-rivier. In 2019 kreeg Ferrier als landbouwkundige en socioloog een eredoctoraat in de geesteswetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname toegekend vanwege zijn verdiensten aan de wetenschap en zijn indrukwekkende bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Ferrier publiceerde in december 2020 nog zijn roman In de ban van de bosgeest. Derek Ferrier overleed afgelopen nacht en werd 88 jaar.